Onder hen ook Sidi Koers uit Zwartsluis. Zij is gepassioneerd sjoelster. Oh, dit is heel ontspannend. En ik vind het fantastisch mooi. Wat ontspant er zo dan? Nou ja, ook dat je probeert te kicken om er toch een beetje goed en stenen goed in te komen. En dat je toch een beetje je gemiddelde moet halen. Het is goed een concentratiewerk is dit. En bent u een beetje goed? Ze zeggen van wel. Dus de ene keer lukt het meer als de andere keer. Onder de deelnemers ook een van de beste speelsters ter wereld. Geesje van der Linden, ook uit Zwartsluis. Zij is al een paar keer wereldkampioen sjoelen geworden. Wereldkampioen 2011 en wereldkampioen 2015. Maar dan is dat NK natuurlijk een eitje. Dat zou je zeggen, maar dat is het niet zo. En waarom niet? Het is iedere dag weer verschillend. Hoe is de moed? Hoe is de tegenstander in de moed? Ik heb hele goede tegenstanders. Die zijn ook verschrikkelijk goed. Dus daar heb je toch mee te maken. In de hoofdklasse dus, ja. Beide dames zijn serieus met hun sport bezig. Maar de buitenwereld ziet het vaak toch nog als een leuke hobby. Dat hebben ze in eerste instantie wel. Want sjoelen is nog echt niet hoog ingeschat. Maar ja, het gaat toch geweldig. Het is toch echt een sport aan het worden. Ja, alleen maar er wordt soms heel weinig aandacht aan besteed. Maar het is echt wel een sport. Ja.